eigen huis genoegen moest nemen met het zilver. Toen Molero bleef Rumjantsev daar 1 seconde en 28-honderdste van een seconde voor. Op het toernooi waar Sverre Lunde Pedersen ontbrak. De Noren gaven de voorkeur aan het trainingsblok in plaats van het rijden in Rusland. De Noorse A-ploeg wel te verstaan. Er waren wel junioren. 6-16-85 kan Tumolero dat ook in Kolomna. Kan hij andermaal Rumjantsev van plaats 1 verdringen. Pedersen stond in Heerenveen op het podium aan het begin van de Olympische winter. Met 6-15-81. Zag het podium daarna alleen nog maar terug op de 1500 meter. Gisteren tweede, deze Pedersen achter Yuskov. De man die met Bjarne Rutje volgend seizoen natuurlijk een Nederlandse trainer gaat krijgen in Noorwegen. Een Nederlands-Noorse trainer in Noorwegen. En voorlopig met Nicola Tumolero in de beginfase mooi gelijk opgaat. En de voorsprong, u ziet het op Rumjantsev, inmiddels tot ruim 1,5 seconde heeft vergroot. Na 1400 meter kwam Rumjantsev door in 1.49.42. Pedersen in 1.47.11. Ook binnen het baanrecord schema van Kramer. Pakt op dat schema een tiende. En dus vingers naar beneden bij Sondre Skarli. De coach die afscheid gaat nemen na dit Olympisch seizoen van de Noorse formatie. Die onder zijn door de spoon aan zijn zijde. Oeg. Tumolero terug op kop. Ook hij reed het ene na het andere persoonlijke record op de 5 kilometer. En in die ene 10 die gereden werd in Stavanger. En vecht hier een mooi duel met deze Pedersen. 2.46.85 is ook nog steeds binnen het baanrecord. Dat geldt trouwens ook voor Tumolero van Kramer. Tumolero die met 6.17 begon in Heerenveen. Het was toen zijn PR. Dat staat nu op 6.07.50 uit Salt Lake. En in deze ronde een tiende sneller dan Pedersen. 3.16.79. Die blijven zitten. De beleving bij Marchetto. En kan Pedersen hem nu via de binnenbocht weer gelijk trekken? Ja. Terwijl Wudderspoon onder in beeld uit het beeld loopt, is Pedersen, ik dacht net iets eerder dan Tumolero bij de passage van de 3000 meter. En is dit een mooi duel om naar te kijken. Het gaat harder dan Rumjantsev. Het is voorlopig zelfs nog een bedreiging voor het baanrecord van Sven Kramer. Tumolero zit er weer naast. 3400 meter. Na 4.15.98 en 4.15.88. 1/10 van een seconde binnen het schema baanrecord van Sven Kramer. Die nog 3 keer een 29 reed. En destijds eindigde met een ronde 30-2. Versnelling bij Pedersen. In ieder geval ten opzichte van Tumolero. 3800 meter. 29-3.
voor Sverre Lunde Pedersen. Daarmee pakt hij 14e op het schema van het baanrecord van Sven Kramer. Hele sterke 5000 meter. De slag bij Tumolero wordt korter. Moet alle zeilen bijzetten en dat doet hij ook om Pedersen bij te houden. Maar komt er niet meer naast. De glimlach bij de Noorse coach. Laat de rijders maar zien, zou ik zeggen. Pedersen 5.14.87. Een seconde binnen het baanrecord van Kramer. Leverde wel in deze ronde een tiende in. Maar heeft deze kruising dan weer in zijn voordeel. Pedersen, van wie we weten dat het op de 5 kilometer ook nog wel eens gigantisch mis kan gaan. In de laatste ronde, de laatste anderhalve ronde. Hier klinkt de bel al. Kramers, baanrecord 5.45.74. Pedersen nu 5.44.47. En 2/10 sneller dan het baanrecord van Sven Kramer. Van 30 januari 2009. Tumolero heeft de laatste binnenbocht. Maar heeft ook een enorme achterstand op deze 25-jarige Sverre Lunde Pedersen. Die de rit gaat winnen. En het baanrecord wellicht gaat verbreken. 6.16.02 was het baanrecord. 6.14.66 is het baanrecord nu in Erfurt. En de tijd van Sverre Lunde Pedersen in deze voorlaatste rit op de 5 kilometer. 6.14.66 op de 5000 meter. Een historische tijd wat het was. Ook de tijd waarmee Jochem Uytdehaage op 9 februari 2002 goud won op de Olympische 5 kilometer in Salt Lake City. 6.14.66. Ik dacht al, die tijd komt me bekend voor. Ik was best verbaasd toen ik hoorde dat hij naar Erfurt kwam. Ik heb het al een paar keer gezegd. De vlucht van Calgary naar Erfurt. Het tijdsverschil. Sowieso het risico met het reizen. Maar hij durfde te nemen 3 weken voor het begin van de Olympische Spelen. De laatste rit, 5000 meter in Erfurt, is begonnen. Kersverse baanrecord van Sverre Lunde Pedersen. Gaat dat eraan? Wat kan bloemen? 18.77. Zijn openingstijd tegen Patrick Beckert, de houder van het Duits record. Sinds die gedenkwaardige 10 december 2017. 6.07.02 voor Beckert. Hij werd tweede achter Bloemen op de 5000 meter in Salt Lake. Waar Bloemen dus naar 6.01.86 toe denderde. 48.64 voor Bloemen. Ik dacht dat Beckert iets voor lag. Bloemen onderdoor. Neemt het initiatief over. Stephanie Beckert kijkt toe naar haar broer, die in deze ronde 2/10 verliest op Bloemen. 29-8 voor de Canadees. Op weg naar de 1400 meter. Beckert keert terug. Pedersen kwam door in 1.47.11 naar 1400 meter. U ziet het, het verschil is bijna 1,5 seconde als het gaat om Bloemen. Beckert in 29-8. Het voortouw genomen in de rit. Maar met achterstand op Pedersen en op Tumolero. En Bloemen terug aan de leiding.
1800 meter. 29-7 voor hem. 2:18:39. 29-7 is 2/10 winst op Sverre Lunde Pedersen. Voor deze Tedjan Bloemen. De nummer 5 van het WK van vorig seizoen. Beckett werd 7e. Beckett was 8e op de vorige spelen. Toen kwam Bloemen nog voor Nederland uit. En daar was hij toen niet. 2200 meter. 29-7 is dezelfde rondetijd als Sverre Lunde Pedersen. En dus blijft het verschil gelijk. Kruipt mooi in het kielzog van de 4 jaar jongere Beckett uit Erfurt. De schaatsfamilie Beckett. We zagen zijn zus al in beeld. Pedro Beckett is ook actief dit weekend. En Patrick moet Bloemen.